feestje van een vriend van mijn homeboy. Dat is een vriend waarmee hij ook werkt, dus er komen allemaal collega's ook nog en zo. Leuk, heb ik nog nooit gezien. Leuk, gezellig. Dus ik ga even make-uppen. Heb ik zin in, jongens. Maar het leek me leuk om ook even een update te geven van wat er nou aan de hand is. Want ik heb jullie niet echt geüpdate over... Ik ben dus bezig met hulp krijgen voor mijn PMS, mijn PMDD, wat ik denk dat het is. Ik weet niet wat het is. Weet je wel, dat ik twee weken in de maand dat ik me niet zo goed voel. Ik weet niet of iedereen het al weet, maar goed, dat heb ik dus. En daar ben ik dus hulp voor aan het zoeken. Maar, hoe is het nou gelopen? Ik ga het even... Ik had me dus aangemeld. Ik heb me van deze naar uitgemist. Ik had me dus aangemeld en toen had ik, zou ik een gesprek hebben. Zo'n intakegesprek. En toen, ik weet echt niet of ik dit deel al verteld heb. Maar toen zou ik dus zo'n gesprek hebben bij de instelling waar ik naartoe zou gaan, waar ik dan ook geholpen zou worden. En toen ging ik even bekijken of het wel vergoed zou worden bij mijn verzekering. En toen kwam ik erachter dat het maar 50% vergoed zou worden. En ja, jongens, dat heb ik gewoon niet. Dus heb ik dat gecanceld en toen wilde ik een nieuwe afspraak maken. En toen bleek dat hij op vakantie was. Dus ze is nu weer terug. Dus ik ga er van de week even bellen. Om even te bespreken hoe we het nu gaan doen. Dat we naar eentje gaan die wel vergoed. Maar toen begon ik te denken van, ja, dat gaat me in ieder geval wel mijn eigen risico kosten. En... Eigen risico is per jaar. We zitten nu in het einde van het jaar. Hoe zonde zou het... Ik heb nog helemaal niks van mijn eigen risico, want ik heb nooit wat, weet je wel. Hoe zonde zou het zijn dat ik nu mijn eigen risico, dus €350... voor wat, 2 maanden? 3 maanden? Dan ga ik gewoon liever gewoon in januari beginnen. Dus dat ga ik nu voorstellen. Nee, voorstellen. Dat ga ik gewoon zeggen tegen haar, dat ik pas in januari wil beginnen ermee. Vind ik aan de ene kant wel lastig, want ik zit er wel echt mee, weet je wel. Ik heb er wel gewoon last van. Elke maand, 2 weken van de maand. Maar dat ga ik dan maar in januari doen. En in de tussentijd ga ik gewoon door. Jongens, ik doe het al 15 jaar dat het niet zo goed gaat. Dus dat lukt me vast wel. Ja, gewoon lekker sporten. Beginnen met sporten. Want ik heb me dus gisteren aangemeld. Gisteren aangemeld. Dus dat is een update over mijn psychische hulp. Oh, wacht. Het is 13 september. Het is 13 september. Toch? Jongens, ik vlog vandaag een half jaar. Oh my god. Ik vlog vandaag een half jaar. Een half jaar. Kan je het geloven? Een half jaar. Ik kan het niet geloven. Mijn... bedoeling in eerste instantie was om in ieder geval 1 jaar lang elke dag te vloggen. En ik had al snel zoiets van vlog vind ik leuk, dus ik zal het best wel door blijven doen. Misschien niet echt elke dag, maar weet je wel. Maar dat we nu dus al een half jaar verder zijn, dat is zo gek. Ik wil jullie gewoon even bedanken. Voor de mensen die vanaf dag 1 er waren. Hartstikke bedankt. En dat je ook elke dag kijkt, dat vind ik echt heel leuk. Mensen die er pas bij zijn gekomen, ik vind het heel leuk dat je er bent. Wauw, een half jaar. Een half jaar. Dankjewel. Leuk dat je bent. Oh, dat had ik eigenlijk even van tevoren. Ik had het wel in mijn hoofd hoor, dat dit zou gebeuren. Maar ik had... Ja, dat krijg ik helemaal een leuk feestje van. Nou, ik heb vanavond een feestje. Het is niet mijn feestje, maar het is een feestje van iemand anders. Nou ja. Hey, ik ga even verder met mijn make-up. Want ik moet straks gewoon weg. En eigenlijk moet ik ook nog wat eten. Klaar. Een beetje een soft coral look. En het is ook echt heel zacht geworden. Want ik wilde dus eigenlijk dat wat meer opviel. Maar de oogschaduw is gewoon niet zo'n goede kwaliteit. Beetje stom. Weet je wat ik heb? Zie je dat ding hier zo? Dat ik mijn wenkbrauwen dus epileer. Ze zijn eigenlijk dus echt het dubbele, zeg maar. Gaat dit zo naar beneden? Zie je dat? Eigenlijk zou ik gewoon een wenkbrauwgel moeten hebben om dat goed erin te zetten of zo. Oké, ik heb dus een strakke achterover. Dat heb ik bijna nooit. Sowieso omdat ik het gewoon te strak vind. Het trekt gewoon hier echt zo. Ik heb weer de Essence Coral Something op. Ik vind hem zo leuk. Ik ga even mijn knotje laten zien. Ik ben ook benieuwd zelf hoe hij erachter ziet. Hoe hij eruit ziet aan de achterkant. Dus ik weet niet of ik het goed op krijg, maar ik ga het gewoon proberen. Mijn drolletje. Oeps, tegen het raam aan. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit eruit ziet en hoeveel grijze haren ik zie. Want ik heb echt heel veel grijze haren. Daar is het eendenvrouwtje weer. Weet je mijn eendenvrouwtje nog? Mijn eendenvrouwtje vlog. Was een gezellige vlog. Kijk, gaat ze weer de eendjes voederen? Waar blijven ze? Normaal komen ze gelijk. Ah, daar zijn ze. Echt joh, het zijn gewoon, ze weet gewoon precies wanneer. En ze komen met z'n allen, komen ze gewoon echt iedereen... Ah, kijk hoe gezellig dan. Om nom 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 nom. Lekker. Hé, die heeft een sjaal om. Kijk deze. Een wit sjaaltje heeft hij om. Hey. Hey jongens. Heb jij een leuk nieuwtje? Ja, de zoveelste in de collectie. Hij heeft allemaal van die baard t-shirts. Van die dingen die eigenlijk niet echt bij hem passen. Want zo denk je in principe niet. Toch? Echte mannen hebben baarden en zo. Nee. Je bent ook een echte man zonder baard. Maar het is leuk, het is grappig. Maar het is wel grappig. Real kings have beard. Dat is de waarheid. Dus Willem-Alexander? Is geen echte koning, joh. Pof. Nee. Je gaat binnen een week je baard laten staan. Oh. Dan behandel jij hem als koning. Ja, de beard challenge. De beard challenge. Het zou toch tof zijn? Vroeger had elke koning een baard. Had je die gefotoshopte gezien? Van hem, ja. Van hem? Heb ik gezien. Stond hem goed, toch? Ja. Ik vond hem goed staan.
Kom, we gaan. Ik heb jeuk in mijn neus. Oh, goede reden. Nee, ja. Hey, ja? Goede reden. Ja? Ja. Anders bemoei je even met je eigen. Hey. Het is jouw neus. Wat moeten we weer bij jou? Kom dan. Wat wil je doen? Naar buiten. En dan? Rijden. Dan naar het feestje? Oké. Okay. Oh, excuse you. Het start niet. Kennen jullie de reclame van Weekamp? Volgens mij is dat van de Weekamp. Dan gaan ze al die merken langs en dan zegt ze opeens... Deze kwal? We moeten altijd lachen. Wat voor kwal? Daisy. Een Daisy kwal. Serieus. Toch? Is het Spaans, toch? Of Italiaans? Ja, Spaans. Deze kwal. Waarom volg jij mij? Waarom volg jij mij? Omdat naar een feestje gaat. Waarom volg jij mij? Waarom volg jij mij? Heb je gecornerd? Ja, je hebt me gecornerd. Ik sta in de corner. Met deze leuke mensen. Rennen, gek. Dat is toch een nummer? Get the fuck out. We zijn er. Waar? Moet ik het adres weer zeggen? Hij zei net het adres van, kom maar lekker allemaal. Ja, dat is handig. Is hier geen lift? Jawel, daar, gek. Wow, mijn baard. Wow, je baard. Oh my god, zijn baard. What up, babe? Wat gaan we doen? We gaan de volgende. Volgende dilemma. Film die dilemma. We zijn op... Wat gaan we doen? We zijn op dilemmaopdinsdag.nl. Ja, wat moet je dan doen? Dan heb je allemaal dilemma's met twee dingen en dan moet je tussen twee dingen kiezen. En de volgende dilemma is... Ja. Als je scheldt of vloekt, moet je je mond spoelen met zeep. Of je mag pas praten wanneer je hand opsteekt en iemand je de beurt geeft. Altijd, hè? Welke beurt? Ja, dat wil ik zeggen. Welke beurt? Nou, het kan zijn om de beurt. Of het kan zijn, je bent aan de beurt. Nee, maar je moet gewoon net als in de klas je hand opsteken. Oké. Ik heb wel eens serieus mijn mond gespoeld met zeep. Gewoon serieus. Lekker? Ja, het was niet zo lekker, maar het was wel nodig of zo. Dus... Gast! Dus ik kies A, zeg maar. Ik kies mond spoelen met zeep. Ja, maar dan ga je toch gewoon nooit meer schelden, dat kan ook. Ja, dat is wel makkelijk. Ja, die is wel heel makkelijk. Heel makkelijk. Nou, goedenavond en welkom op dit feestje. Ter ere van mijn verjaardag, zeggen ze. Nou is dat al enige tijd geleden, maar ja, ik vind het toch wel fijn dat iedereen hier vanavond is. Dus ja, bedankt daarvoor. Ook Egbert, die trouwens nagedacht. Oh, bedankt. Ik heb nog een biertje in mijn handen gedrukt. Maar Egbert, bij deze bedankt. Leuk dat jullie er zijn. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja. Ik zou zeggen, neem nog een broodje met een aioli of een tzatziki. Of misschien een tapenade of misschien wel een brietje. Of gewoon iets wat je lekker vindt. Aren't they cute together? We zijn best friends at work. Hey bro! What's up, yo? Hoe laat is het? Veel te laat. Veel te laat? Ja, je moet weer lekker vroeg op. Mijn bek aan. Het is 3 uur. Ik moet om 9 uur op mijn werk zijn. Maar het was heel gezellig, joh. Ja. Gedanst de hele avond. Gedanst. 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 Nee, het was echt super gezellig. Oh my lord Jesus. Zelfs hij heeft gedanst. Ja. .nl. Weet je wat zij nu de hele tijd horen? TikTok, 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 TikTok. Boksouwe, slaap lekker. Jij ook. Thanks, bra. Da. Da. Lampie uit. Ik moet slapen. Ik ga slapen, joh. Voor een paar uurtjes. 3 uur? 3,5 uur kan ik slapen. Ik hoop dat ik gewoon gelijk in slaap val. Oké. Tot morgen.